Welkom in deze aflevering Provinciale Politiek. Ik ben Astrid de Groot, dit is Tiel aan tafel. Tiel aan tafel. Aan tafel Mark Smits van de VVD. Klopt. Raadslid in Tiel, maar ook kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, dat klopt. Op welke plaats sta je? Ik sta op nummer 6. Ja, oh. Een hele mooie plaats. Ik ben er heel blij mee. Ik vond het wel een verrassing. Maar ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Mm, ja. Dus ze geloven erin, want het is echt een verkiesbare plaats natuurlijk. Ja, dat klopt. Want hoeveel zetels heeft VVD nu in de Provinciale Staten? De VVD heeft nu 9 zetels. Ah, ja. Dus nou ja, als het weer een beetje hetzelfde verloopt, dan is de kans groot dat je erin gaat. Ja, ja, het is natuurlijk altijd spannend. En verkiezingen, ja, we doen ons best. Maar goed, ja, je weet zelf ook hoe die dingen soms kunnen lopen. Maar ik heb er goede hoop in. En we hebben een mooi programma waar we Gelderland mee ingaan. Mm-hmm. En ik hoop op een mooie uitslag 20 maart. Maar dat programma van de VVD. Want waarom moeten we mensen op de VVD stemmen? Wat is daar de reden van? Ja, ja. Nou, de VVD heeft, als je terugkijkt naar de afgelopen 4 jaar... heeft de VVD erg op de centjes gepast. We zijn heel zuinig omgegaan met de gelden die er zijn. Gelderland is de rijkste provincie van Nederland. Dat komt mede ook door de Nuon-gelden die destijds te gelden zijn gemaakt. Dus er zaten ongeveer 4 miljard op de bankrekening van Gelderland. Mm-hmm. Heel veel partijen willen dat geld graag uitgeven. Mm-hmm. En de VVD zegt van nee, laten we dat geld nou op de rekening staan. Dan kunnen we met de rente, het geld wat we daarmee eigenlijk verdienen... kunnen we mooie investeringen doen in de provincie. Nou, je maar ziet de rente is toch heel laag? De rente is laag. Okay. Maar goed, als je 4 miljard op de bank hebt staan... dan blijft er genoeg over om daar hele mooie dingen van te doen om te investeren. Ja, ja. Oké. Okay, want en dat geld laat je op de bank staan. Hè? Dat is geen risico dat het een keertje door Den Haag zegt... van nou, dat geld hebben we nodig. Moeten we dat niet echt uitgeven aan de burgers in Gelderland? Ja. Nee, het geld is echt van de provincie. Okay. En we laten daar keurig staan. Ja? En met dat extra geld wat we daarmee verdienen... dat investeren we extra in Gelderland. Okay. En wat zijn dan die investeringen die jullie willen gaan doen? Hebben we het dan over wegennet of klimaat? Is ook zo'n item, maar begin maar eens met wegennet. Ja, ja, ja. Nou, de VVD investeert natuurlijk altijd fors in wegen. Mm-hmm. Maar ook in openbaar vervoer willen we extra gaan investeren. Naast wegen, we zijn natuurlijk druk bezig met de doortrekking van de A15. Dat zal voor een rivierland betekenen dat waarschijnlijk hier de A15 nog drukker gaat worden. Nou, ik ga me ervoor inzetten dat die A15, dat we daar wat mee gaan doen hier in deze regio. Er gebeuren daar te veel ongelukken. Mm-hmm. De weg is te onveilig. Dus ik vind echt het van belang dat die A15 nu hier in deze regio wordt aangepakt. Ja, nog toch een beetje een kritische noot. Ja. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was onder andere Remco Dijkstra... Een bekende hier uit de regio die in de Kamer zit. Ja. En die zit volgens mij ook op logistiek of wegennet. Ja, ja, klopt. Maar we hebben daar van die beloftes nog niet zoveel gezien. Nee, nee. Mag ik dat eerlijk zeggen? Nee, ik denk van niet. Remco doet ongelooflijk zijn best om landelijk aandacht te krijgen voor die A15. Mm. Er zijn al kleinere dingen, zijn er al gebeurd. Dat zijn voor de A15 in deze regio al hele grote stappen. Mm. Dus ik vind het werk wat Remco hier doet echt te waarderen. Mm. Er zijn bijvoorbeeld al file detecties. Systeem is er aangelegd op de A15. De invoeg- en uitvoegstroken bij Tiel zijn al verlengd en verbreed. Precies, ja. Dus hij is daar echt keihard mee bezig. Ja. Maar goed, ja, je hebt natuurlijk te maken met zoveel belangen en zoveel organisaties. En niet alleen Gelderland trekt aan hem, maar ook Noord-Holland, Limburg, Friesland. Overal zijn er problemen. En, maar goed, hij doet echt zijn best. En ik heb er waardering voor op de dingen die nu al zijn bereikt. Want je hebt met allerlei rapportages te maken, meerdrapportages. Maar ik ga niet helemaal te diep in op de inhoud. Nee. Maar ik vind het knap dat hij dit voor elkaar heeft gekregen. Ja, en het is natuurlijk prachtig dat we in de picture zijn, om het zeker maar zo te zeggen. Ja. Klimaat, wat is daar het item voor VVD? Ja, klimaat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. Alleen moeten we wel realistisch zijn. We moeten kijken, Nederland is een stipje op die hele grote aardbol. Mm. En ik vind persoonlijk niet dat we ons
ontzettend veel moeten gaan investeren in het klimaat als we niet weten wat de effecten daarvan zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om te kijken van joh, waar hebben we nu direct invloed op? Dat we op een snelle en verantwoorde manier doelstellingen kunnen halen, maar dat het voor de burger wel betaalbaar blijft. En dat is wel echt belangrijk. Want ik denk als je bij andere partijen kijkt en als je ziet wat die allemaal willen investeren. Ik zag dat deze 60, 2,5 miljard willen investeren in milieu in Gelderland. Ja, dan denk ik bij mezelf, dat gaat dus van die 4 miljard af. Dus die extraatjes die we nu kunnen doen, dat hebben we dus straks niet meer. En bovendien, wat zijn dan de effecten van die 2,5 miljard? Ik denk dat het eigenlijk gewoon zinloos is. Dus dat is een reden om op de VVD te stemmen. Zeker. Als je niet wil dat al dat geld wat er vrijkomt aan rente, precies, in de provincie wordt gestopt, ja, aan klimaatdoelen. Ja. Dan, en dat je ook nog wat anders wil, bijvoorbeeld een veilige A15, ja, dan moet je op de VVD stemmen. Zeker, ja. Dat is een van de dingen. Ja, ja, oké. Okay. En wat ook gewoon belangrijk is, is logistiek. We hebben hier in Rivierenland hebben een belangrijke logistieke sector. We hebben een logistieke hotspot. We staan in de top 4 van Nederland van meest belangrijke logistieke hotspots. Dat is echt ontzettend knap. En dat moeten we vooral zo houden en liever eigenlijk nog hoger op die ladder komen. Mm-hmm. Dus we investeren ook in die logistieke hotspot. We gaan in de Gelderse corridor. Daar wordt ontzettend veel in geïnvesteerd en dat moeten we ook vooral blijven doen. Ja, ja, want het is goed voor de economie in Rivierenland. Ja, ja. Want er is buiten dat we die targets hebben, hè, we hebben een Fruit Delta, is dat een stichting, een vereniging? Fruit Delta, die heel erg de aandacht vestigt op ons gebied. Ja. Dus dan heb je het ook over fruit. Ja, hè, fruit. Food, hè, dus, maar fruit, de kweek van bomenkweek, ja. Wageningen zal daarbij zitten. Klopt. Want Gelderland is natuurlijk wel de grootste provincie van Nederland. Klopt, ja. Met het meest aantal gemeenten ook. Klopt, ja. Maar er zijn er een paar afgegaan, want er zijn er een aantal samengevoegd. Klopt. Ja, in Gelderland wonen 2 miljoen inwoners. We zijn daarin niet de grootste, maar wel in oppervlakte zijn we de grootste. En we hebben hier wel inderdaad een van de meeste gemeentes van Nederland. Maar als je kijkt naar de Fruitdelta, daar heb je het net over gehad. Mm-hmm. En dat is wel heel mooi. Dan zie je dat we hebben in Wageningen, op de universiteit, op de WUR, die staat internationaal ontzettend goed bekend. De voorzitter die vliegt de hele wereld over naar Vietnam, naar Afrika, naar Noord-Amerika. En dat doet zij om Nederland te promoten op het gebied van food. Nou, daar daar zijn hele bijzondere dingen aan de gang. Ze zijn heel erg onderzoek aan het doen om het wereldvoedselprobleem op te kunnen lossen. Dat gaat niet vandaag op morgen. Er zijn hele programma's zijn daarvoor. Maar Nederland staat daar wel echt mee in de picture. En dat is juist een hele mooie kans voor dit gebied, voor de Fruitdelta, om daarbij aan te haken en daarmee dus internationaal aanzien te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is gewoon heel erg mooi. En ik wil eigenlijk proberen te zorgen dat we die verbinding krijgen tussen Rivierenland, tussen die Fruitdelta en die Wageningen Universiteit. Er lopen al wat projecten, maar wat mij betreft kan er nog wel een tandje erbij. Ja, ja. Ja. En daarnaast hebben we nog als target toerisme. Klopt. Ja. Ja. En dat is ook een hele belangrijke poot. Ja, ja. Klopt. En ook daar moeten we gewoon in blijven investeren. Rivierenland is een mooi groen gebied. Dat moet vooral zo blijven. Maar je moet wel een goede balans hebben tussen wonen, werken en toerisme. En toerisme is inderdaad ook daar een poot van. En ook dat moeten we gewoon goed mee omgaan. Ja. Ja. Maar jij bent nu, jij bent Tielenaar, hè? Ja. Een jong iemand, dat is opvallend. Want als je kijkt, normaal genomen naar de statenleden, zijn gemiddeld wat ouder. Ja. Jij hebt dus de kans om dat te doen. Want ik heb begrepen dat je dan ook 1 of 2 dagen in de week moet vergaderen overdag. Ja, klopt. Dat is best wel jammer dat er niet veel meer jongere mensen zich als statenlid kunnen aanmelden. Ja. Eigenlijk zou je zeggen, ze moeten maar 's avonds vergaderen, toch? Ja. Nee, maar dat is waarschijnlijk de reden, als mensen zich dat afvragen, waarom er weinig jongeren zijn op die lijst. Ja, klopt. De provincie is vaak ook niet heel erg aantrekkelijk. Het is, ja, die onderwerpen die spreken jongeren niet ontzettend aan. Terwijl ze eigenlijk wel heel erg de jongeren ook aangaan. Als het gaat over milieu, als het over cultuur gaat, dat soort onderwerpen. Ja, dat gaat jongeren gewoon aan. En, maar goed, dat is allemaal niet zo bekend bij jongeren en bij mensen. Wat gebeurt er nou precies in die provincie? Dus het is niet heel sexy, nee, om het zo maar even te zeggen. Maar jullie beslissen, want geld hebben we het net over, maar ook in de gemeente zelf neem ik aan dat er heel veel geld uit de provincies komt. Zeker. Waarmee projecten gerealiseerd worden in de steden. Klopt. Dus het is heel erg belangrijk. Ja.
Ja, bijvoorbeeld de wielerbaan in Tiel, de mooie fietsbaan die we hebben. Ja, er is ook een groot deel vanuit de provincie is daarvoor gefinancierd. Mm. En dat zijn gewoon hele mooie dingen. De West-Luiderse Poort, nou ja, daar is ook een deel subsidie gekomen vanuit de provincie. Dus eigenlijk heel veel dingen die je om je heen ziet, ja, die worden eigenlijk betaald door de provincie. Ja. En het is mooi dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dus ja, als ik nou in die provincie terechtkom, kunnen we misschien nog meer mooie dingen samen voor Rivierenland organiseren en regelen. Ja. Ik beloof niks natuurlijk, maar ik wil me daar wel echt voor inzetten. Het is natuurlijk altijd heel handig dat je iemand op iemand stemt die uit de buurt komt. Je eigen regio in het oogpunt staat van de provincie waar het geld is. Dus dat is al heel goed. Ja. Je had het over de wielerbaan. Klopt. Daar is iets bijzonders mee. Ja, dat is echt heel leuk. En ik vind het ook leuk dat ik het hier bij jullie als eerste mag melden. De VVD is natuurlijk druk bezig met de campagne. En we hebben allemaal leuke dingetjes bedacht. Alleen we wilden nou niet meer saai op een verkiezingsmarkt staan in de kou de hele dag. Dus we hadden zoiets van, we gaan wat actief doen. En Jan Markink, onze lijsttrekker, de nummer 1 van de VVD-lijst. Als je met Jan over sport praat, met Jan Markink, de lijsttrekker van de VVD, dan beginnen die ogen gelijk te glinsteren. En dan, dat is gewoon zo mooi als je met hem over sport praat. Hij zegt ook, sport heeft helden nodig. Dus hij vindt het belangrijk om daar in te investeren. Zo heeft hij ook geïnvesteerd in de wielerbaan. Om te zorgen voor nieuw talent. Dat nieuw talent kans krijgt om hoger op te komen. Nou, wat hebben we nou bedacht met die VVD-campagne? Is dat we, en ik vind het heel leuk dat ik het vanavond hier mag komen vertellen. We gaan een wielerwedstrijd organiseren. Dus iedereen die mee wil doen, mag zich van harte aanmelden. Dat kan op mijn e-mailadres marksmitsvvd@live.nl. Dus mensen kunnen zich tot 18 februari zich aanmelden voor die wedstrijd. En nou komt het leukste. De eerste drie winnaars van die wedstrijd. Die krijgen een exclusieve rondleiding door het torentje bij Mark Rutte. Oh. Dus dat is wel echt heel gaaf. Ja. Ik ben er zelf nog nooit geweest, dus het had mij ook wel leuk geleden. Maar ik ga het waarschijnlijk niet winnen, want zo sportief ben ik niet. Maar het is gewoon heel leuk. We organiseren een hele leuke wedstrijd. Er wordt een hele leuke middag, denk ik. We gaan ook een aantal vrijwilligers bedanken op die dag. Dat gebeurt ook allemaal op de wielerbaan. Dus op 24 februari aanstaande organiseren we die wielerwedstrijd. Die wielerwedstrijd duurt van 1:30 tot 2:00. En iedereen kan daaraan meedoen. Dus van jong tot oud, ben je getraind of niet getraind, iedereen maakt kans op die hele leuke prijs. En de prijs is dat mensen dus een unieke rondleiding krijgen bij het torentje bij Mark Rutte. Ja. Dus aanmelden op, wil je het mailadres nog een keer noemen? Ja, zeker. marksmitsvvd@live.nl. Aanmelden kan tot 18 februari. En het is dus op 24 februari. Klopt. De wielerwedstrijd om de beroemde prijs te winnen, de prachtige prijs. Ja. Nou, ik zou zeggen, landelijk hebben we Mark Rutte, maar in Tiel hebben wij onze eigen Mark. Ja. Ik hoop dat er heel veel mensen voor je gaan stemmen. Ik hoop het ook. En ik wens je ontzettend veel succes. Dankjewel. En we gaan zien of jij ons gaat vertegenwoordigen in de provincie. Leuk, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Bedankt. Wilt u ook een uitzending bijwonen? Kunt u zich aanmelden op publiek@regiotvtiel.nl. Ik ben Astrid de Groot, dit was Tiel aan tafel.